We zijn in het hart van de Nederlandse topsport, Papendal in Arnhem. Precies de plek waar de helden van de wereld ruiten spelen en aanstormend talent thuishoren. Het thema vandaag... Hoe maak je de stap van talent naar de absolute echte wereldtop met medailles? Dat is het thema van vandaag. Als student in een collegezaal worden de hoofden van de belofte volgestopt met informatie, tips en tools van de topruiters en Amazones. Bedoeld om ze klaar te stomen voor het komende trainingsseizoen. Wat doe jij om daar te komen waar de toppers nu staan bijvoorbeeld? Om daar te komen, gewoon altijd trainen, gemotiveerd zijn, doelen stellen. En natuurlijk les krijgen van tops, dat is natuurlijk het beste. En om uiteindelijk gewoon daar te staan waar zij zijn, dat is wel een droom, ja. Dat dromen werkelijkheid kunnen worden bewijzen Michael van der Vleuten, Diederik van Silvehout, Ilene Pen en Tim Lips. Allemaal zaten ze in het Rabo Talententeam en afgelopen Wereldruiterspelen stonden ze ook allemaal op het podium. Welke conclusie kunnen wij trekken dan? Ja, dat het heel goed gaat natuurlijk. Ja, het is dit jaar natuurlijk wel extreem goed gegaan op het WK. En er zaten ook echt veel talenten bij, dus dat is wel echt heel bijzonder. Maar ik denk dat het ook in ons plan heel belangrijk is dat er nauwe samenwerking is tussen alle trainers. Dat er gekeken wordt naar elkaar sporten. Communicatie is gewoon optimaal. Ik denk dat daar heel veel landen ook gewoon echt jaloers op zijn, omdat wij gewoon kennis ook delen. Ik heb nu zoveel mogelijkheden gekregen om vooral bij de toptrainers te kunnen trainen. En ook van hun dingen hebben kunnen leren. Ja, dat is gewoon fantastisch geweest. Joyce, kan jij je nog voorstellen dat je als Rabotalent in zo'n zaal zat te luisteren naar toppers van toen? Ja, daar kan ik me nog wel iets bij voorstellen. Ja. En ik vond het allemaal heel indrukwekkend, want er stonden allemaal hele bekende mensen te praten en die gaven allemaal advies over allerlei dingen. En de helft dan denk je, oh, dat is echt heel interessant. En de andere helft gaat een beetje langs je heen. En het gekke is dat die dingen juist later, waarvan je gaat nadenken van, hey, daar had ik misschien wel echt iets ook aan. Als ik zie wat ik in die tijd wijzer ben geworden door het Rabobank Talententeam, denk ik dat het absoluut wel een hele grote bijdrage heeft geleverd. En vooruit dan, nog even wat laatste tips voor de belofte. Als je echt iets wil, dat je er echt voor moet gaan en dat je in jezelf moet geloven, dat is heel erg belangrijk. Als je denk ik de echte wil hebt om uiteindelijk de top te bereiken, dan moet je je kansen pakken. En die kansen die liggen er als je in het Rabobank Talentenplan zit. Het talentenplan is gewoon top, geeft je heel veel kennis. Maar je moet het wel pakken, je moet het wel opnemen en je moet wel iets mee doen. Want jij bent zelf verantwoordelijk voor je eigen succes.